mijn bijdrage aan het debat ging vooral over het verschil tussen techniek en reizigersbeleving. Voorbeeld Utrecht, dubbel geleden bussen. Duur, groot, zwaar. Alle chauffeurs de pest in als ze niet met die grote bus mochten rijden. Terwijl zo'n dubbel geleden bus niet meer stoelen heeft dan de gewone gele streekbus die wij nog kennen van vroeger. Dan heb je technisch iets interessants gedaan, maar inhoudelijk is het niet zo best natuurlijk. Ander voorbeeld, de dunbevolkte gebieden, waarin je hele slechte OV-concepten aanbiedt met buurtbussen die niet komen, de buurtregio-belwijktaxi die er niet is als je hem nodig hebt. Dat soort beroerde producten, terwijl je op het platteland ook niet de waterleiding afsluit wegens gebrek aan klanten. Dus het moet gaan om de beleving van de klant, want wat je ook verzint, als mensen het niet gebruiken, heeft het geen nut. En denkt u dat uw boodschap is aangekomen bij de aanbieders van het OV? Ik altijd met mijn grote waffel, ik denk dat het me altijd wel lukt om iets zo duidelijk over het voetlicht te brengen. Ook op het goed gelukte congres van vandaag. Ik denk het, ik hoop het. Het is niet dat ik dit voor het eerst heb gezegd natuurlijk. Het is altijd de beleving van de klant waar het om gaat. Dat kan niet vaak genoeg benadrukt worden. En heel veel vervoerbedrijven en vooral ook hun opdrachtgevers, hè, die weten dat ook. U heeft het altijd over de beleving. Als je concrete punten zou moeten noemen waar die verbeterd kunnen worden voor de beleving van de reiziger. Wat zijn een paar concrete punten? Zorg dat het openbaar vervoer schoon is, heel is, dat het er gewoon een beetje goed uitziet. En dat gaat dan niet alleen over of het een mooie hippe bus is, maar ook of er een vriendelijke chauffeur of chauffeuse achter het stuur zit. Laat vervoerbedrijven doen wat ze beloven. Dan krijg je tevreden klanten, dan wil iedereen mee.